actie even meepakken hier. Wartea met de call. Uit positie wel naar die race op de flop van Corporaal. En dan heeft hij nog maar twee derde pot behind Corporaal. Dan gaat het op de flop altijd in als er naar hem toe wordt gecheckt. Turn is een ruitenvrouw check. Heb ik dan gelijk. Het gaat er inderdaad in. All in bij Tijn. En Wartea koolt snel. En duim omhoog bij Corporaal. Vrouw 10 voor de koning 10 voor Wartea. Sorry. En wat heeft Corporaal? Pocket 3. Ja, hij is nog wel... Hij heeft nog outs. Straat voor Wartea. De laatste kaart is een 5. En daarmee is einde oefening voor Corporaal. All in aan een call. Zeus Post is at risk. Oei oei. Zeus Post at risk. Met Pocketine tegen vrouwen van Alexander. Oeh, windowkaart is een vrouw. Dat is niet goed. Vrouw koning 2. Zeus Post. Trekt een moeilijk gezicht. Oei oei oei. Turn is een koning. En dan is het een full house voor Alexander van Eerde. Er is een nieuwe kampioen. Nou, die is er nog niet, maar die komt er wel, want Zeus Post vliegt eruit. Ook onze eigen Mark Rovers meldde zich gaandeweg de dag aan de featured table. Hij speelde een gigantische pot tegen Fami Belarbi, de wildcard speler uit Utrecht. Op de flop werd een flinke bet gecallt door Mark Rovers. 40.000 ging erin, waardoor de pot opliep naar 137.500. En voordat we de turn goed en wel hadden gezien... trapte Fami Belarbi all in voor meer dan de pot. De snap call van Mark Rovers. En wat bleek, Mark had de set geflopt. Een setje tweeën tegen de aaskoning van Belarbi. Top pair, top kicker, no good. En dus hield Belarbi nog maar één blik blind over. Terwijl Mark Rovers dubbelde naar de chip lead die hij mee zou nemen naar de finale tafel uiteindelijk. De bubbelfase duurde dan lang. Het was Vrije Post nog een keer at risk op die bubbel met vrouwen tegen boeren. Hij dubbelde echter en uiteindelijk werd het Ron Schut de bubbelboy. Hij hield het lang vol met enkele big blinds, maar moest uiteindelijk toch het veld ruimen waardoor de overige spelers verzekerd waren van een cash en op weg konden naar de finale tafel. De bubbel barstte ook nog ergens anders, want onze eigen Jori Epskamp kon er niet bij zijn vandaag. Hij is vader geworden samen met zijn vriendin Shanti. Een prachtige dochter, van harte gefeliciteerd. Maar hoe belangrijk vind je de titel überhaupt? Nou ja, kijk, mijn vader die zegt dan altijd dat hij trots op me is en zo, weet ik veel. En sinds een jaar is dat gewoon anders, weet je? Dan zegt dus, ja, iemand anders dat hij trots op hem is, weet je? Ja, hij was het lievelingetje. En nu is dat veranderd, dus dat is wel heel belangrijk, weet je? Gewoon familie, vrienden, buren die dan zeggen van, ben jij niet het broertje van, ja, ja, zeg ja. Dan, het, dat is lekker andersom. En dat is het Thomas Brader effect. Ik heb al een paar keer een finale tafel gehaald bij een live toernooi, maar nooit zoiets bijzonders als dit. En ik ben super excited, die titel betekent ook veel. Ja, ik vind jou wel een type dat het ook wel echt eervol vindt om Nederlands kampioen ja, te zijn. Ja, dat zou ik extreem bijzonder vinden. Heel veel mensen die denken, doe mij die 56.000 maar. Die wil jij ook wel, maar... Het is close als ik moet kiezen. Titel is meen ook ik echt, wel meen echt... Ik ben vandaag jarig, dus zou een mooie cadeautje zijn morgen. Gefeliciteerd man, hoe oud ben je geworden dan? 33. 33, is het een leuk verjaardagscadeautje? Het zou een leuk verjaardagscadeau zijn, ja. Echt, Nederlands kampioen. Ik heb er nog aan gedacht om een verjaardag hier in Utrecht. Dus ja, de finaaltafel is gehaald. Dus, om hem hier te vieren? Ja, ja, nou, ja. Kan ook. Dat doen we daarna dan. Mensen, vrienden, familie van Den Bruut, kom er. Ik zal morgen wel ridders meenemen. Dat ja, we gaan het wel zien. Ja. Leuk finaaltafel, dus... Wat mooi, want er zit bijvoorbeeld een oud kampioen aan. Ja, Steven. Precies. Ik heb heel dag bij gezeten vandaag. Er zit iemand in die tweede wet. Even denken. Ja. Post. Quizvraagjes dit. Quizvraagjes. Maar hij kent zijn klassiekers. Ik heb twee goed. Heb je nog meer? Nee, dit is goed zo. Ja. Maar we gaan het morgen zien. In ieder geval bedankt. Zin in en succes morgen. Zo lekker naar huis en is goed. Slapen. Thanks. En bedankt weer. Tot morgen. Nou, jij gaat denk ik nog wel een biertje doen trouwens. Ja, misschien wel. Even kleintje. Ja, tot morgen. Klein biertje. Medium biertje.